Gang 5, hazelnoot. En onder andere merengue van duindoornbes, crème van mascarpone en hazelnoot, crumble van gezouten hazelnoten. En als laatste nog een plakjes ingelegde zoete aardappel. We pakken de crème van hazelnoot en mascarpone. Spuiten we onderin het kommetje. Eigenlijk een beetje als een cirkel. Crème van duindoornbes en zoete aardappel. Dan vullen we hem mee op in het midden. We hebben nog gezouten hazelnoots gemaakt. Gelijk helemaal fijn gedraaid tot een crumble. Strooien we er een beetje overheen. Plakjes van de zoete aardappel hebben we ingelegd met Djurik Peru, eigenlijk limoenblad. Die gaan we ook rondom leggen. En als laatste de merengue van duindoornbes. Schotjes van en gaan we helemaal mee bedekken. Ja, zo simpel kan het zijn. Dit was alweer de laatste gang. Hopelijk heeft het allemaal gesmaakt. Wij vonden het in ieder geval leuk om met jullie te koken. Heb je nou mooie foto's gemaakt? Tag ons op Instagram. Kan ons ook nog volgen op TikTok. En dan zien we jullie snel weer in het restaurant.